Oké, goedenavond. We zijn weer met een nieuwe spelshow. Snakes and Ladders Live. Een hele vage show. Je ziet hier 5 dobbelsteentjes. En we winnen nu niks. Het is een hele gevaarlijke spelshow ook hoor. Maar je ziet elk dobbelsteentje diverse symbooltjes staan. Je kan inzetten op de symbolen. Dus dat is de eerste 3 zeg maar. Dan zie je ook staan als er 2 diamantjes vallen 1 keer. Als er 3 diamantjes vallen 2 keer. Als er 4 vallen 5 keer. Hetzelfde geldt voor de sterretjes 2, 5 en 20 keer. En de combinatie van sterretjes en diamantjes levert 5 keer, 8 keer of 20 keer de inzet op. Ik zet daar verder niet op in. Ik vind dat helemaal niet zo interessant. Dan kun je maximaal 20 keer de inzet winnen. Maar misschien later, voor als je ooit een strategievideo maakt, kan ik daar misschien op inzetten. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je met die eerste worp, want dan worden er van de 5 worden er maar 4 gegooid. 2 keer SL weet te hitten en dan zijn die gouden. Of 3 keer ST. 3 keer ST is die totem, die zie je daar rechts. Maximaal 100 keer, dus daar zet ik ook niet al te veel op in. Want je wil dat spel hebben, want dan kan je max 2000 keer de inzet winnen. En daar moet je dus 2 keer SL voor hebben. Als je 2 keer SL gegooid hebt, dan wordt er nog een keer gegooid. En dan zie je dat laatste dobbelsteentje, 1 tot en met 5 volgens mij. En als je dan 2 gooit, 1 of 2 gooit, volgens mij krijg je die bronzen. 3 is zilver en 4 is goud. 4, 5 en 6 is goud volgens mij. Ik weet niet of 1 en 2 brons is. Als je 1 gooit, weet ik niet wat er dan gebeurt. Dat is me nog niet overkomen. Maar als je 2 keer SL gooit, dan maak je in ieder geval, of dan heb je in ieder geval een bonus. Of maak je in ieder geval kans op een bonus. Die totem heb ik dus nog niet gehad. Ik heb die zilveren bonus gehad en die gouden bonus. En je ziet haar staan voor de SL bonusronde, de Snakes and Ladders bonusronde. Het zou leuk zijn als we er een keertje hebben. We zetten nu 13 euro per keer in. En zoals je ziet gaat het aardig snel. Dus ja, het is eigenlijk een beetje, die laatste 3 zijn dezelfde bonus. Of is dezelfde bonus. Alleen bij de ene keer mag je 2 keer dobbelen, andere keer 3 keer en de andere keer 5 keer. Ja, ik zal de bonus hier achteraan plakken. Ook al lukt je dat. Dat is nog moeilijker dan je denkt. We gaan even de inzet iets naar beneden doen, want anders gaat het me te snel. Ja, het is eigenlijk dus een super simpel spel. In het begin lijkt het een beetje vreemd. En je moet gewoon hopen op 2 keer SL met die dobbelsteentjes. Nou waren 3 diamantjes geweest. Dat was dus 2 keer de inzet geweest. Het gaat echt heel snel hoor. Dus pas hier wel mee op. Je gaat vrij snel door je geld heen als je die bonusjes niet hebt. Ja, Snakes and Ladders is natuurlijk van de bekende videoslot. Ja, daar hebben ze nu dus een spelshow van gemaakt. Ik had net een paar keer achter elkaar die bonus. Nou doet hij dus helemaal niks. En dan gaat het dus rap. Nou, elke keer, net had ik 13 euro, maar nou elke keer 9 euro in de put. En als je ziet hoe snel die rondes gaan, dat is ongelooflijk. En ik heb die gouden dus al gehad. Dus ik denk, dat is de beste bonus. Dus ik had zoiets verwacht als bijvoorbeeld Crazy Time bonus of Monopoly bonus. Ah, 1 keer SL. En dan verwacht je heel veel. Nou is het wel zo, als je 5 keer kan gooien, dan kan je eigenlijk, want je ziet hier achter al die Snakes and Ladders, ja dat grid speelbord zeg maar. Dan heb je ook laddertjes, vandaar Snakes and Ladders. En de bedoeling is dat je zo langzaamaan omhoog gaat. En dan kan je nog power-ups hebben, dat je sneller omhoog kan. En ja, dat de multipliers omhoog gaan. En als je die 5 hebt, die gouden, dan kan het nog wel interessant zijn. Ik heb er nog geen geluk mee gehad, ik heb hem pas 1 keer gehad. Maar die brons is een beetje als die Monopoly bonus 2 rolls. Daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. En die zilveren. Hé, 2 keer SL. Nou moet hij dus eigenlijk hoog gooien. Kom op. 3, dat is zilver denk ik. Ja, de zilveren, 2 euro erop. Dan pak ik net de inzet naar beneden. We kunnen in ieder geval het spelletje zien.
maximaal 2000 keer. Je moet dus die ladder krijgen, maar een upgrade is niet eens in de buurt. Dus dit gaat al niks worden. 1, dat is ook de allerslechtste. 2x. Kijk, die power-up, die zit helemaal op nummer 45. Die moet dus eigenlijk onderin zitten. 5. Nou. Oh, ik moet 3 keer gooien, was ik vergeten. 4. 12 keer, denk ik. Dat was hem. €26. Ja, soms zitten er, dat wisselt elke keer. Soms zitten er meerdere power-ups op, soms niet. Nou, die dame praat aan elkaar. Ze heeft een mooie jurk aan, ze heeft een mooie dame. Maar daar doen we dit niet voor. Dus ik zeg al, die bronzen, dan mag je dus maar 2 keer gooien. Nog een keer SL. Oh, een rotstreek. En 3 keer ST is dus een ander spel, maar die hebben we nog niet gehad. Dan blijft ook nog eens hangen. Ja, en wat kunnen we ervan zeggen? Ik ben niet heel enthousiast als ik heel eerlijk ben. Het ziet er wel leuk uit. En het is wel grappig dat ze dat gebaseerd hebben op een bestaande videoslot. Maar erg leuk is het spel eigenlijk niet. Of je moet gewoon heel vaak die bonus hebben. Maar ja, ik heb al wel gezien, met die bonus win je niet snel wat. En de enige... Ah, jammer, ik wou die totembonus een keer zien. Dan gaan we de 2, 3, gaan we toch iets omhoog zetten. Ja, dus alleen op die 3 rolls, die zilveren die ik net had en die gouden, dat is een beetje interessant. Eigenlijk die brons hoef je eigenlijk niet eens in te zetten, maar aan de andere kant, je wil ook niet hebben dat je dat de bonus valt en dat je niks hebt. Maar ik ga het toch doen. Kan ik iets langer spelen, want het gaat echt heel snel hoor. Kom op, nog 1 bonusje. Spelen tot de 100. Nee, en ik weet niet, er zit te weinig spel-effect in, te weinig spanning. Je kijkt alleen maar hopen dat je 2 keer SL ziet en dan... ja, dat je dat bonusspel kan spelen. En ik zeg al, net al, ik kon er 3 keer gooien. Als je 5 kunt gaan gooien, dan is het nog enigszins spannend. Maar als je 2 keer kan gooien, dan kom je eigenlijk nooit over die eerste ladder heen. En als je ziet hoe vaak die bonus niet valt. En hoe vaak je dus eigenlijk je geld in de put gooit. Ja, dan is het eigenlijk gewoon niet rendabel. Ja, de meeste van die spelshows zijn niet rendabel. Daar calculeer ik ook in. En ik zeg al, ik speel ze eigenlijk ook alleen maar als ik op winst sta. Behalve als net als nu even een nieuw spel gelanceerd wordt. Maar ja, als ik geld verlies, dan is het wel fijn om in ieder geval wat plezier te hebben in het spel. En ik moet eerlijk zeggen, bij dit spel is er weinig plezier. Dus ja, deze ga ik alleen spelen als ik echt mega winst sta en alles al gespeeld heb. Dan denk ik van ja, meer voor tussendoor zeg maar. En dan moet je even een shotje wagen, hopen dat je even een paar keer een bonus kan hitten. Maar ik zeg al, het heeft me nou, hij is nou alweer 6 keer niet gevallen. Dat is alweer €54. Ik ben alweer aan de €100, dus hierna nog maar 1 keer. Dus we moeten nu of de volgende ronde een bonusje hebben, en dan stop ik echt mee. Dus ik vind dit eigenlijk gewoon zonde van mijn geld. SL, ah, jammer. 1 SL'tje erbij. Nee, die totem die gaat me niet worden, dus we gaan alles verplaatsen. Ja, 3 of 5, dat is al ziek zijn als je dan die bonus geeft en dan die bronzen, maar ja, daar heb je toch niks aan. Kom op, SL 2 keer, doe het, een goede afsluiter. Oh, net niet hè. Nee, dat was hem. Ik ga er geen euro meer aan uitgeven. Snakes and Ladders Live, wat vinden we ervan? Ik vind het een dramatisch slecht spel. En ja, de enige reden waarom je dit leuk gaat vinden, is als je dit gaat spelen en je pakt die SL-bonus.
En je weet op een magische wijze die 2000x te halen. Ja, dan moet je echt wel van een hele goede huis komen. Wil je dat lukken? Want ik ben eigenlijk nog nooit voorbij de tweede rij geweest. En dat is eigenlijk alleen mogelijk als je op van die upgrades komt. En dan, ja, dan moet je gewoon heel veel geluk hebben. Ik zeg een... die kan meteen de prullenbak in. Snakes and Ladders Live, een waarloos spel. SL. Twee draaien verder. Gaan we toch even kijken. Als hij geen 5 gooit of zo, hè. 2. Oh, dat is die slechtste bronzen. Ja, die power-up zit op de derde rij. Die kan je niet eens halen. Of je moet 2, 4, 5 gooien. Dan gaat hij volgens mij een laddertje omhoog. 4, natuurlijk niet. Maar hij mag maar 1 keer gooien. Dus dat... we zullen even kijken. 1, 2, 3, 4. Dan gaat hij omhoog. 5, 6 zou het misschien nog kunnen lukken. Nee. Want dan 3 gaat hij eerst die andere pakken. Je moet precies met dat laddertje pakken om omhoog te gaan. Dus ik zeg ook al mag je 5 keer gooien, moet je zo knap zijn, wil je omhoog gaan. Dan moet je eigenlijk wel zo'n en een laddertje pakken en dan op een power-up komen. Dus ja, nee, dat is het gewoon niet waard. Dus ja, en ik vind dat spel met dit, met die dobbelstenen. Ja, het is op zich origineel verzonnen in vergelijking met die andere spellen. Maar leuk is het niet. Ik kan het toch nog 1 keer doen. Dear players, one multiple card did not scan properly. Oké. Okay. Kom op, doe een bonusje. Nee, helemaal niks. Was bijzonder van mijn geld. Ik had er alweer spijt van. Toch weer een tientje extra verspeeld. Dus nee. Snakes and Ladders. Ga deze niet spelen. Helemaal geen bal aan. Ja, of je moet het nog nooit gespeeld hebben en je bent gewoon nieuwsgierig, dan zou ik het op een hele lage inzet doen. En dan, je kan natuurlijk ook, wat is het, een dubbeltje inzetten of zo. Nee, dat was weer geen bonus. Dus ja, eindbeoordeling, Pragmatic Play, leuk verzonnen, slecht uitgevoerd. Ik kan het niet meer geven als 1,5 ster en dan ben ik eigenlijk nog positief. Dus Snakes and Ladders Live. 1,5 ster. En dan komen hierna nog een paar bonusjes die kunnen jullie nu gaan kijken. Yo! Let's throw the dice. Thank you. Yes, bonus. Oké, ik heb dat trouwens ontdekt om nog even toe te voegen wat er ook gebeurt. Even kijken. Weer die bronzen, dat is weer de verkeerde. Als je dus 6 gooit, mag je nog een keer gooien. Als je op een power-up landt, mag je ook nog een keer gooien. En zo kan je dus wel hoger komen. Maar je moet dus echt wel die zilver of die gouden hebben en niet deze bronzen, dan heb je helemaal niks aan. Of je moet heel veel 6 gooien. Nou, 2, daar heb je dus helemaal niks aan. Ja, je moet 6 gooien, anders is het meteen over. Ja, wel 6. Nog een keer 6. Nee. 13 keer. Daarom zeg ik al, je moet echt minimaal 5 keer eigenlijk die gouden hebben. Anders heb je er helemaal niks aan. En dan maakt het spel wel iets interessanter, maar dan hou ik hem nog steeds op 1,5 ster. De bonus valt wel regelmatig, dat moet ik wel zeggen. Een op de 6 houdt even op 1 op 8 keer. Maar als je ziet dat je op alle bonusjes wil inzetten, dan kost het je bijna al te veel geld. Dus ja, ik zou dit spel echt niet gaan spelen of gewoon met een lage inzet voor tussendoor om het gewoon even uit te proberen. Maar goed, met die 6 en die power-up is het wel ietsje interessanter, maar nee, nog steeds geen aanrader. Yo! Oké, dan nog 1 keer. Kom op, 2 keer SL. ST! Ah, net de minst op ingezet, 9 of 10 op die andere.
Maar we hebben die totem, die hebben we nog niet gehad. 2. Hij moet 3 gooien. 3 of 6. For the second level, for the third level. Okay, that's 4 right between the bars. Dat is goed. We are getting a 7x multiplier. Oh, ik kan er nog een keer beginnen. €24, jezus. Dat was alles. Good luck, thank you. Je had 6 moeten gooien. Dan had je voor mij een extra wall gekregen. Kom, bonusje erachteraan. Yes, bonus! €19 inzet, alsjeblieft, niet die bronzen. Dat wordt gek hoor. Geen 2. Ah, 2. Dat is mogelijk. €1 erop, de andere 9 en €10 erop. Ja, dit kan al niks worden. Oh, die andere was dik geweest. 6, kom op. 1. Tjonge jonge. 9 en €10 op allebei die andere. Wel 6, oké. Moet weer 6 zijn. 1, jonge. €15. Oh, 9 en €10 op die andere, dat was echt ziek geweest. Of ziek geweest, was het niet, was spannend geweest. We doen nog 1 ronde en dan kappen we ermee. Nog een keer bonus, dat kan bijna niet. Nee. Jawel! Alsjeblieft, 9 en 10 heb ik geen 2. Dat zou echt ziek zijn, 2 kracht K2. 3, ja, €9 erop. Kom op. 6. En die power-up zit veel te hoog, dus er wordt niks. Ik heb 2 keer 6 nodig. En niet 3 keer 1 of zo, hè. Kom op. 1, 6. 1, jawel. Oh man. 6, alsjeblieft. Ja, 6. Nog een keer 6, kom op. Okay, so there is, 5, nou is ook niet slecht. 5. Immediately we will be back to the 1 of 6. Okay, it seems that chip is there too. 5. 5 now. Time number 7. 22 keer of zo denk ik. We hadden toch 2 maaien. Wat gered zeg. Bop. Good luck and thank you. Good luck. Hello from Iceland. Greetings, sir. Greetings, sir. Many times open. Good luck and thank you. Have you ever been to Iceland? Well, to be honest, no. I've traveled in many times places for that in Bulgaria, in Sweden, in. Maar 3 keer bonus achter elkaar is onmogelijk. We hebben 4 bonus. En die blijft ook nog hangen, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Customer support via WIRFA1234. I'm still here for you. Just okay, it seems that we need to refrow the fourth die there. Okay. So my apologies for blijven hangen. Als maar geen. Geen toe. Ik kan bijna niet voorstellen dat hij nou weer zilver of koud gaat geven. Het zal alweer die toerol zijn, dat hij weer 2 gooit. And, I assure you there, koud zou helemaal ziek zijn. €10 erop, hè. 3 bonussen achter elkaar. Ja, dan is het wel leuk natuurlijk, maar ja, ik zeg wel nog steeds geen aanrader. Maar als je die 3 rolls of 5 rolls hebt, dan is het toch enigszins spannend. Alleen 9 van de 10 keer zul je zien. Hij gooit nou waarschijnlijk weer 2. Klopt. Minimaal 3, alsjeblieft doe het. Alsjeblieft doe het. Ik ben er zeker dat hij die bronzen gaat vallen. Kom op, doe het. Ik heb 9 en €10 opgezet. Ja, dat maakt wel lekker spannend. The game is shortly on hold for verification. Die bronzen. Oh. Anders had ik 9 of €10 weer, hè. Dat is toch ongelooflijk. €1 bij deze erop.
Yeah, I'm talking about that tile. 6. Ik had er toch eigenlijk een eurotje meer op moeten doen. Nog een keer 6. Ah, ja, ja. How is to be the best game on here? Well, it feels great. Another seas, another power up. Nog een keer 6, kom op. I've been waiting for this one. 3. Ja, dat is ook goed, dat is ook een extra spin. Weer 6, kom op. Jo! Oh, dat is ziek geweest als ik die op 9 of 10 euro had gehad. Nou, ik heb maar een eurotje erop gezet, hè. 4. Ah, jammer, had 3 moeten zijn voor een gratis pin. Oh, ik dacht een Oh nee, sorry, laddertje is geen extra spin. Let's go. Ja, ik ga toch 1 eurotje meer opzetten op die. Laatste keer. Of nee, hierna doen we nog 1 afsluiter. So, back to the chat. SDFGH. Meer bonus. 4 keer bonus achter elkaar. Alsjeblieft, doe hem zilver of goud. Alsjeblieft. Win die bronzen. Is mogelijk. You are telling him dat is natuurlijk ongelooflijk. Okay. Ik heb er in ieder geval 2 euro op gezet, maar net zo goed als net, dat gaat niet meer lukken. Let's keep shaking it. Okay. En de power-up zit niet eens in de buurt. Ik kan niet eens, alleen 6 kan me redden. Ik dacht eerst dat het laddertje, ik denk elke keer dat het een extra spin is, maar dat is het niet. Ah, toch 15 keer, 30 euro. Nog 1 keer. We maken daar toch 5 euro van. Niet 10. Niet ook 5. Nou, ze brengen toch door tot 2,50. Ja, 4 bonus achter elkaar. Ja, dat kan. 5 bonus zou ziek zijn. Nee. Ja, 5 bonus achter elkaar. Alsjeblieft. Maar ik heb in ieder geval 5 euro nou op die toerols. Ja, 3. 10 euro erop. Wat een geluk zeg, 5 bonus achter elkaar. Kom op, 3 keer gooien. En die power-up zit in de buurt. 2, 4. Kom op, begin met 6, alsjeblieft. 3. 2, 4, 5, 6. Nee, gaat het niet lukken. Het moet 6 worden of zo. 5 of 6, dat we in ieder geval die tweede rij halen. Kom op. Het zou ziek zijn als die 2. Nee, ja, 6 en dan 1. Is het ongelooflijk, maar heb ik hem op die 6x. Toch 70 euro, maar die had ik dik kunnen zijn. Dat is ongelooflijk. We gaan voor de 6 bonus achter elkaar. En anders is dit de laatste hoor, ik stop er gewoon mee. Oh, dan hierna kunnen we nog een keer tot de 300. Ja, dat was niks. Was ook te mooi geweest, hè. Laatste keer. Eindelijk op 300 euro. Eindelijk gewoon nog meer winst. Dat is echt wel weer bizar. Kom op. Eindigen met een bonus zou mooi zijn. Nee. Jammer. Maar toch, 5 bonus achter elkaar, dat was wel heel ziek. En ja, ik had wel de pack zeg, dan 2 keer op 10 euro en dan valt hij precies niet goed. Ja, als hij het zo doet, dan wil ik er toch misschien een half sterretje bij doen. Dus ik ga hem toch naar 2 sterren zetten. Maar ik vind het nog steeds geen aanrader. Echt alleen spelen als je win staat. Want anders is deze super gevaarlijk. Maar Snakes and Ladders Live krijgt 2 sterren. Yo! Yeah.